De kunstuitleen in Lelystad is weer open na de coronasluiting. Ja, bij ons een vrolijke Rachel de Haan van de kunstuitleen. Rachel, goedemorgen. Ja, dank je. Ja, heel vrolijk. Ja, ja. Je straalt ervan, joh. Ja, ja. Het is prettig om hier te komen. Hè? Dat snap ik. Ja, ja, ja. Je hebt ook leuk nieuws natuurlijk, want de kunstuitleen is weer open. Ja. Waren jullie meteen, toen die intelligente lockdown begon, meteen gesloten? Ja. Oh. Dat was schrikken, ja. Ik kreeg er nog steeds kippenvel van. Oh ja? Oh ja? Ja, ik kan het me heel goed herinneren. Het was de tweede week van maart. Het bestuur zou gaan vergaderen. En de kubus zei, we gaan dicht, want het is coronatijd. Ja. Nog geprobeerd om dat tegen te houden? Of had je zoiets nou, van, ja, dat, dus, nee, dat lukt je niet. Nee. Kubus is een school, een onderwijsinstelling. Ja, dat loopt daar heel veel in en uit. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, want voor alle duidelijkheid, voor de mensen die Lelystad niet zo goed kennen. Jullie als kunstuitleen heb je geen eigen gebouw. Jullie zitten in het kunst- en cultuurcentrum De Kubus. Ja. Nou weet ik toevallig dat er al een week of wat lessen worden gegeven. En jij zegt van, we beginnen morgen weer met open. Ja, gaan. Ja, ja. Hoe kan dat? Leo, ik moet je even wat moet je? Anders zeggen. Oh jee. Oh, ja. Nou komt er wat hoor. Ja, nou jullie zijn ja, stiekem al twee maanden open. Nee. Nou, er zullen ongetwijfeld zullen daar technici rondgelopen hebben. Want jij dat nee, mijn vrouw volgt daar cursus. Volg jij cursus? Zegt nee, mijn ze, vrouw volgt daar cursus. Ja. Dat maakt je Leo wijs. Ze gaat heel ergens anders heen, maar... Ja, nee. Daar kennen we elkaar een beetje. Die gaat er gewoon elke donderdag. Nee, ik zie Leo Doper op het... Leuk. Nee. Maar goed, dus even tezijde. Nee, gisteravond ben ik weer op les geweest. Ja. En voor alle zekerheid, want ik had jouw vraag gezien. Ja, tuurlijk. Nee, echt, de kubus is pas gisteren weer open gegaan voor de mensen die les ontvangen. Hè? Dus ja. Dat betekent ook voor de huurders, zoals de kunstuitleen van de kubus. Mm-hmm. Hier snap ik niks van. Oh jee. Ja. Okay, nee, die zitten al een paar weken gewoon met z'n allen in een lokaaltje zitten zilversmeden. Ja, dat zeg ik dus, dat zegt je vrouw. Maar dat klopt dus niet. Met het raam open, nou, tegen de corona. Dat weet ik niet. Wat wel mogelijk is, want we hebben als kunstuitleen hebben wij een sleutel. Wij genieten het vertrouwen van de directie, zullen we maar zeggen. Ja. En we hebben de codes. Dus we kunnen er wel in, maar... De kubus is als gebouw, dus als, mm-hmm. als school of onderwijsinstelling, was echt gesloten. Okay. Okay. Maar nou, in ieder geval, jullie beginnen morgen weer. Wij beginnen morgen weer, ja. Mensen die denken van, nou hè. Ik ben nou dat schilderij of wat dan ook van de kunstuitleen intussen wel spuug zat. Die kunnen morgen eindelijk weer terecht voor wat nieuws. Dat kan. Wat ook kan... Stel dat je op de woensdag, donderdag, vrijdag geen vrij kunt krijgen of hebben. Dan kun je ook gewoon een afspraak maken. Je kunt ze een mailtje sturen en zeggen van... God jongens, meisjes, ik wil graag dan en dan. Oh, dan kan dat. Okay. Ja hoor. Maar wat zijn de openingstijden dan? Van 1 tot 5. Oh, dus okay. Dat is ja. Maar goed, het is niet allemaal zo strikt. Dus stel je voor, ik kan pas om 5:30. Dan. Geen probleem. Okay. Blijf het nog even. Juist. Hartstikke mooi. Verwacht u veel druktes? Nee. Nee? Waarom niet? Nee. We willen ruilen. Oh? Helaas. Oh? Hoe komt dat? Ja, ja. Op de een of andere manier... kennen de mensen de kunstuitleen te weinig. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Dat is zonde. Ja, dat is heel zonde. Ja, want maar dan moeten jullie meer reclame gaan maken dat, op jezelf. Dat proberen we. En daarom zijn we ook blij met deze kans. Want hoeveel leden zijn er? Want je moet lid worden, hoe zit dat? Je lid, het is een groot woord. Je bent dan abonnee of abonneehouder. Als je iets meeneemt, ben je abonnee meteen. Ja. Makkelijk. Dan, dat moet natuurlijk keurig netjes geregistreerd worden. Want we willen wel graag weten waar onze schilderijen... Of onze, het kunnen ook de schilderijen van een kunstenaar zijn. We hebben wel wat een eigendom, maar niet alles. Nee, je moet het niet kwijtraken. Nee, want er zitten kostbare... Is dat wel eens gebeurd trouwens? Ja, jawel. Ja? Ja. Oh? Maar gelukkig hebben we wel een verzekering. Dus, maar dan denken mensen, ik vind het zo mooi, ik ga het niet meer terugbrengen. Dan houden ze het gewoon stiekem. Soms, bijvoorbeeld, leuke vraag. Ja. Ik ben er zo verliefd op, ik hou het stiekem. Ja, nou, dat kun je toch melden, in alle eerlijkheid. Ja, zeker. Laten we maar een impopulair voorbeeld noemen. Soms gaat gewoon, want we hebben ook bedrijven die kunstwerken huren. Ja.
Ja, die gaan failliet. Dat kan. Oh ja. Oh. Ja, dat is heel vervelend. En dan wordt de boel opgeruimd. Ja, en dan, maar dan, hoort dan weten ze misschien ook niet meer. We hebben dat kunstwerk gehuurd. Dan moet de curator dan weten. Ja, dat is bij het faillissement natuurlijk. Ja, dat is pas boem, de deur gaat dicht. En je kunt niet meer bij je spullen, hoor. Ja. Dat is... oké. Okay. Ja. Is het duur trouwens? Hè? Stel, ik kom langs en dan denk ik van... Oh, dat wil ik huren. Ja. Ik zat maar met een heel simpel rekenvoorbeeld, zal ik het even illustreren. Ik ben heel veel geen rekenen, hoor. Dus, nou, ik kan zeggen 1,25% van het bedrag wat het kunstwerk waard is. Dat is een mond vol. Ja. Maar als ik dan zeg van dat is €6,25 per maand. 1,25% van €500. Oh, ja. Nou, €6,25, dan kun je dat schilderij huren. Dus een bedrag per maand. Mm-hmm. Ik had al even op de website gekeken. Ja. En daar zag ik ook staan van met en zonder sparen. Ik denk, wat is dat dan? Zegeltjes? Dat zeg je heel. Als jij een zegeltje wil, dan krijg je vast een zegeltje. Zegeltjes. Wat dan? Nee, zegeltjes doen we niet aan. Nou, er zijn mensen die... laat ik het maar heel simpel houden. Er zijn mensen die willen graag een kunstwerk aanschaffen. En die willen daar... die hebben even een aanloopje nodig. Oh, dan is zo. Het, dan zet je een bepaald bedrag tegelijk met de huur. Zet je nog een bedragje apart? Nou, ik zal het even... 2% van de waarde van het geld, van de kunsten. Oh zo. Ja. Dus in plaats van 1,25 wordt het dan 2%. Ja. Okay. En dan, dan betaal je €10 per maand. Daarvan wordt €5 helemaal apart gezet. Want ja, dat spaargeld is niet van de kunstenaarsleen. Dat kan je niet binnen de exploitatie zomaar ergens laten staan. Dat wordt dus in een aparte stichting ondergebracht. Ja, ja. Maar als ik nou na een paar maanden denk van... dan heb ik een flink bedrag gespaard. En ik moet eigenlijk, mijn waterkoker is kapot gegaan of mijn wasmachine. Ja. Kan ik dan zeggen van stort het maar weer op mijn rekening? Ik heb het nu hard nodig of werkt het zo niet? Nee. Het is echt bedoeld voor de kunst. Nee, we stellen bij ieder abonnementhouder stellen we een contract op. Onder andere ook als je een spaartegoed wil. En er staat dan op, het is wel de bedoeling dat je dat spaargeld bij de kunstuitleen besteedt. Het is wel zo, en daar hebben we het al even over gehad. Als je verhuist, dat kan. Mm-hmm. Oh ja, je kan buiten Flevoland gaan wonen en niet meer hier wel. He? Buiten Nederland. Ook, ja. En je wordt in de plaats waar je opnieuw gaat wonen... word je weer lid van een kunstuitleen. Die werkt volgens de landelijke richtlijnen van de kunstuitlenen. Dat doen wij. Dan kan dat spaartegoed naar die kunstuitleen overgeboekt worden. Liever niet natuurlijk, want vinden het natuurlijk leuker... dat je dat bij onze kunstuitleen besteedt. Maar het kan in principe wel. Oké. Okay. Ja. Hey, nog even één ding, want jullie hebben niet stilgezeten in de coronatijd. Nee, de nieuwe kunstcollectie is toegevoegd. DEM of DEM. Wie is DEM, die kunstenaar? Ja. Ja? Mensen die meekijken op televisie, die zien nu hun werk van. Ja, ja. En hoe vinden jullie dat werk? Zuurstokroze. Ik vind het fantastisch. Ja, okay. Echt heel mooi. Het is fascinerend. Ja, je moet er van houden. Heb je die... ik heb 2 foto's meegestuurd. Ja, ik kan er maar 1 vinden. Ik ben er alweer 1 kwijt. Ja, je moet er mij niks uitlezen. Nee. Dat is een beetje van opzij. Ze kijkt zo een beetje opzij. Dat is het gezicht is anders van kleur. Maar dat is even terzijde. Ja, DEM. De mysterieuze DEM. Ja, want een van je... Ja, daar is ze. Oh, kijk. Een van de vragen van jou was, Leo. Wie is DEM? Ja, vertel. Nou, ja. Weet je het ook niet? Niet alleen ik, maar ook degene die werken inkoopt. Die weet het ook niet. We hebben gegoogeld en gegoogeld en gegoogeld. Ja. Het enige is dat het... We hebben het werk... Ja, grappig, hè? Ja. Je snapt het niet. Nee, maar hoe kom je aan het werk dan? Want iemand komt dat toch brengen? Nou, dat is het. Onze speurneuzen van de collectiecommissie. Want dat zijn echte speurneuzen. Ja, soms komt er wel eens een aanbod op... hoe noem je die... ik kan even er niet op de naam komen.
Ja. Mensen die particulieren, laat ik het simpel houden. Particulieren die zeggen van, nou ja, ik wil er vanaf, want het is niet meer mijn stijl. In dit geval was het niet meer haar stijl. En ze ging verhuizen naar Italië. Ja. En, want het is echt zo'n schilderij, hoor. Oh, ja. Zeker goud. 2x1. Ja. Okay. Ja, niet helemaal. Minimaal. Maar goed. Ja, die heeft dat te koop aangeboden. Marktplaats.nl. Jullie boden. Ja. En wat kost het dan? Het zijn werken die zeg maar heel goed binnen de collectie passen. En we kijken natuurlijk wel van, hey, is dit iets voor Flevolanders? Ja, zou kunnen. Dan, precies. Ja. Dan moet je het wel, hoor. En een modern huis. Ja. Ik weet niet of het past zo groot. Het is fors, hoor. Veel te diplomatiek antwoord. Nee, maar het is wel fors. Oké. Ja, maar stel, ik wil dit aanschaffen. Wat ben ik dan kwijt? Ja, 1,25% van de waarde. Nee, dat is wat je van huur gaat. Het zijn twee formaten. En dan weet ik even niet of die €500 is. Of die andere 750. We hebben een richting. We hebben een richting, een spaarrichting. Ah, Leo wil straks ook nog afdingen. Ja, klopt. Morgen gaan jullie dus weer open. Ik wens je daar veel succes bij. En hartelijk dank dat je het hier bent komen vertellen. Maar heb ik nog 1 seconde? Nou, al 2. Ik wil nog wat even over die dam zeggen. Want we hebben gegoogeld en gegoogeld. Ja, je kwam er niet uit. Nee, het is wat we wel weten, dat het een Balinese kunstenaar is. En in die contrij, in het oosten, heb je een wijcultuur. Een wijcultuur. De groep is belangrijk. Oh, wij, de familie, met elkaar, zo. Ja, de groep is belangrijk, de familie is belangrijk. Een volk waar je toe behoort is belangrijk. En wij zijn wat individualistischer. Dus we zijn meer geneigd om ons als persoon te profileren. Nou, deze dam. Niet te vinden. Niet te vinden. Oké, maar zijn werk is in Lelystad. Ja, oké. Dankjewel. Ja, graag gedaan.